Een nieuwe dag in Future RPS. Zoals jullie kunnen zien, heb ik ineens mijn Taycan oranje gemaakt en mis ik een deur. Dus we zijn onderweg naar de ANWB om eventjes een reparatie te krijgen voor mijn deur en om even de kleur van mijn Taycan aan te passen. De reden dat mijn Taycan momenteel oranje is, is omdat ik gisteren... dit is Karmar. Laten we even lekker wachten. De reden dat ik mijn Taycan gisteren oranje heb gemaakt, is omdat ik gisteravond werd beschoten. Ik heb oprecht geen idee waarom ik gisteren de hele tijd werd beschoten, maar er was de hele tijd een groepje guys die me gingen achtervolgen en die mijn bandjes gingen schieten. En ik dacht, weet je wat, ik maak er wel gewoon een andere kleur. En dan hoop ik zo dat ik, zeg maar, ja, dan hoop ik zeg maar zo dat ik, ja, gewoon niet meer wordt beschoten. Oké, het autootje is weer gemaakt, gelukkig. En nu moeten we even snel naar de Tune Shop. Jongens, ik heb eigenlijk namelijk een beetje haast. Want ik zag dat de melding in Twitter voorbij komen. Ik zag dat namelijk een melding in Twitter voorbij komen. Dat er een car dealer actief is op 707. En ik zit erover na te denken om een nieuwe auto te gaan testritten. Dus dat is eigenlijk een beetje het plan van vandaag. Van de video, een nieuwe auto testritten. We moeten ook weer eventjes wat nieuwe zakjes gaan inkopen bij Alba. En dat is ongeveer het plan wat we vandaag gaan doen. Dus hebben jullie daar nou zin in? Laat sowieso even een like achter. Vergeet zeker niet even te abonneren hier beneden, want we moeten deze maand nog naar de 20k schieten, boys. Ik zie de laatste tijd dat de support op de video's echt insane zijn en ik wil je heel erg bedanken voor dat. Dus laten we even onze auto weer een mooie zwart kleurtje geven. En dan gaan we dus rijdend naar Sandy, want daar zit dus de car dealer waar ik heen ga om de BMW X5 M te gaan testritten. En jullie weten natuurlijk niet waarom ik die wil testritten. En ik heb echt... Oh jongens, ik zweer het je. Ik heb er gisteren al eventjes... Oh, sorry. Ik heb er gisteren al eventjes in gereden. Maar dat ding is ongelooflijk. Ik mis nog steeds een deur. Godsamme zeg. Nou, oké. We gaan even rijden naar 707. Hier moeten we zijn. Kijk, 707. Daar zie je het ook staan. Daar moeten we gaan heen rijden. En dan gaan we naar de BMW X5M. Oké, jongens. We zijn bijna op locatie. We moeten even door de grenspost. En dan moeten we nog 1,5 kilometer gaan rijden om aan te komen bij de car dealer. En voor de mensen die denken van Mello, je hebt 3 ton op de bank. Wat is er gebeurd met jouw rekening? Er is ongeveer 1,5 ton van afgehaald. Dat klopt. Ik heb natuurlijk, zoals jullie weten, een nieuwe business opgestart. En dit is dus zakken inkopen en ze verkopen. En dan maak je, dan verdubbel je je geld eigenlijk constant. En er is momenteel geld van af, maar er ligt ook een fucking dikke stack zwart geld in mijn appartement. Die zal ik straks even laten zien. Want als het goed is, komen we nu aan bij de car dealer. Ja, daar staat er eentje. Oh, er staan er meerdere. Oké, nice. Dan gaan we er eentje kunnen testritten, boys. Dat is fucking handel, ouwe. Oké, laten we hem op slot zetten. Laten we even een praatje gaan maken. Hé, ik heb eigenlijk een vraag. Ik wil graag even de BMW X5M testritten. Fully XX, als het goed is, toch? Oké, toppen, man. Oh, jongens, maar kijk. Let op, daar komt hij, hè. Hoor dat geluid. Boys, hier word je toch gewoon vrolijk van. Dit ding is dan too hard. Oh mijn god, wat een fucking dikke auto is dit, zeg. Oh mijn god. En jongens, besef, de topspeed van deze BMW is 290. Ja, ja, ik zeg het goed. 290, let maar op. We gaan hem even intrappen. Ja, trek hem maar door. Ja, wat het is, het punt is, je zit natuurlijk niet zo snel op de topspeed. Net als met die Cayenne. Kijk, 289 gaat hij. Fucking zieke auto. Oh! Ja, jongens. Even, en nog eens, hè. Hij kan off-road. Dit is toch gewoon precies hoe je wilt dat een auto is. Wat ik dus eventjes aan jullie wil gaan uitleggen, jongens. Ik wil deze BMW dus kopen. Laat het sowieso even weten in de reacties. Als je zegt tegen mij, Mello, doe dit. Koop deze auto. Want ik ben oprecht aan het sparen om dit ding gewoon te gaan kopen. Jullie kunnen natuurlijk ook zeggen van, yo, Mello, verkoop je Taycan en koop deze ervoor terug. Maar weet je wat een beetje het punt is? Ik wil ze alle twee. De Taycan is gewoon erg handig om gewoon lekker zakjes mee te verkopen. Snel weg te gaan, snel dit, snel dat, dus zo. En dit is gewoon een fucking dikke shootbak. Je kan hiermee off-road, je kan hiermee gewoon, je rijdt gewoon oprecht heel erg goed. En het is een 4-persoons. Ja, er zitten zoveel voordelen aan deze auto. Klein puntje is dat hij 8 ton is. Ja, hij is 8 ton. Maar goed nieuws, ik heb ook 6 ton zwart in mijn appa liggen. En ik heb nog heel veel zakken die ik moet gaan verkopen. Ik wil dus ongeveer sparen voor 1,5 miljoen zwart. Dat wil ik dan gaan wassen. En dan wil ik deze auto kopen. En dan hou ik ook nog genoeg geld over voor een pistool. Want dat pistool komt er binnenkort dus ook aan. Ja, laat me gewoon even weten in de reacties wat je ervan denkt. Want ik vind deze echt oprecht fucking ziek. Hoor dat geluid is, jongens. Even serieus.
Oké, we gaan gewoon even kijken of we misschien met deze guy... Ja, we kunnen sowieso geen deal sluiten nog, want ik heb nog geen geld. Maar ik wil gewoon een beetje die prijsklasse weten van die BMW, man. Want ik had gisteren iemand die wilde voor 785k mij verkopen. Dus ik wil even kijken wat deze guy er nu voor wil hebben. Ik ben oprecht verkocht, man. Ik zweer het. Ik vind deze oprecht... Ik wil een prijskaartje voor. Ja, dat weet ik. Erg veel? Ik weet het niet. Oké, jongens, we rijden nu in de buurt van mijn appartement. En dan zal ik jullie even precies gaan laten zien wat ik dus momenteel allemaal nog in mijn appartement heb liggen. Want dat is best wel veel. Aan ecstasy heb je echt oprecht helemaal niks meer in deze stad, ouwe. Volgens mij is ecstasy echt flink gedaald. Wat we momenteel nog in ons appartement hebben liggen, is best wel ziek. Zoals je kunt zien, 627k zwart geld, 108 zakken coke hebben wij nog. Wat ongeveer een 70k gaat opleveren. Dus we komen wel op de 7 ton terecht, op het moment dat we dit allemaal hebben verkocht. En dan moeten we natuurlijk nog veel meer spullen gaan verkopen. Dus we moeten sowieso nog wel even een dikke ronde van 400 zakken gaan verkopen om echt oprecht op een miljoen te komen. En 400 zakken is een ton. En bij een miljoen, daar red ik net niet die mail op mijn rekening. Maar ja, we moeten gewoon even gaan kijken. We moeten gewoon even gaan kijken hoe we het allemaal gaan doen. Hoe we het allemaal gaan redden. We moeten in ieder geval zorgen dat we dus 8 ton op de rekening hebben voor het eind van de week. Dus dat is in ieder geval een goal. Yo, Jesse, alles goed? Ja, man. Yo, lekker, man. Hey bro, kun jij misschien... Heb jij kookzakken liggen die je kan opkopen van jou of niet? Ja, ik heb wel liggen nog, man. Hoeveel wil je dan? Moet even denken. 300, man. Ik moet er wel bij zeggen, die coke verkopen is veranderd. Ik weet niet of je dat al wist. Is het op een andere dus plek? Wel, ja, dat is wel kut. Wij zijn ook aan het zoeken. Yo. Yo, man. Yo, bro. Yo. Ja, betaal me achteraf. Ja, toch? Is goed. Het zit erin. Ja, top. Maar het is dus verplaatst. Ja, het is verplaatst. Waarschijnlijk zijn ook quickcells. Dat is ook bekend van een andere stad. Ja, ik maar, weet het. Wij weten niet waar het allemaal zit, joh. Ik hoop wel echt dat die quickcells, zeg maar, ervoor zorgen dat je ook gewoon hetzelfde aantal krijgt als je normaal zou krijgen. Ik hoop wel echt dat die quickcells gewoon hetzelfde betalen. Maar weet je wat het punt is? Die quickcells, daar word je zo snel geript, jongen. Quickcells, dat zijn echt hotspot rippen gewoon voor mensen. Wat ik snap, want ik bedoel, je staat met z'n allen op een kluitje. En je staat met z'n allen gewoon op een kluitje. En je bent gewoon letterlijk al je zakken aan het verpatsen. Dus het is gewoon fucking makkelijk om gewoon dat te rippen, weet je wel. Ja, jongens, dus dan moeten we even gaan zoeken naar die kookspot. Dat is een beetje een ding. We moeten een beetje gaan zoeken naar zo'n kookspotje. Want als we die niet gaan vinden, dan kunnen we natuurlijk niet verkopen. En dan zitten we hier gewoon met al die 300 zakken en dan kunnen we ze letterlijk niet verkopen. Dat zou wel een beetje dom zijn, hè? Alright, let's go, boys. We hebben hem binnen. We hebben onze zakken binnen. Dat is super chill. Zetten we deze lekker weg en dan kunnen we er weer tegenaan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Laat sowieso even een like achter. Vergeet zeker niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!